vraag ik u, het besluit is nog niet genomen door u als u nou gratie gaat aanvragen of niet. Wat is het antwoord precies? Nee, kijk, zo'n vraag is niet zwart-wit. Het gaat erom dat wij niet moeten kijken waar we nu gevallen zijn. Het gaat erom om mee te nemen waar we onze voeten gestuit hebben om hier te vallen. En mijn probleem is dat onze regering de koloniale meester maar koet onder alle omstandigheden wil beschermen. Bent u het met hem eens als hij zegt, maar Bouderse heeft reeds amnestie? Wel, dat is een te absoluut antwoord. Dat kan ik alleen maar antwoorden wanneer ik met mijn advocaat gesproken heb. Dus kort resumerend zegt u in de uitzending tegen ons van, wij kunnen pas antwoord geven op de vraag als wij gratie zullen aanvragen of niet, wanneer onze juristen alles in place gebracht hebben. Is dat het? Ja, het is ook een... Ja, maar dat gaat misschien grof worden. Mm-hmm. Het is ook onfatsoenlijk om, terwijl je in conclaaf bent met de hoogste leiding, in dit geval dan de president, dat je dan ongenuanceerde uitspraken te berde brengt. Er is nog een traject af te leggen. Men is bezig. Men praat. Men kijkt naar mogelijkheden. Want de regering heeft wel aangeboden om een stukje zachte landing